Goedemiddag, inderdaad welkom bij Life is Beautiful. Weet u het nog? 2 weken geleden gaven wij 2 VIP-kaarten weg voor de huishoudbeurs. En ik sta hier vandaag met de 2 winnaressen, Hetty en Marielle. Goedemiddag, welkom. Moeder en dochter. Ja, inderdaad. Waar moesten jullie vanmorgen vandaan komen? Een eerste keer op de huishoudbeurs? We zijn al een keer eerder geweest samen. Nog iets specifieks waar jullie voor komen? Of een nieuwtje, gadget? Nee, alles is gewoon leuk. Zoveel mogelijk meenemen in de kar. Is die befaamde trolley, hebben jullie die ook mee? Ik ben er. Zijn dit de dames die de kaart hebben gewonnen? Dit zijn de winnaressen, inderdaad. Leuk jullie te ontmoeten. Polda, gaan wij hier verder met Life is Beautiful. Veel plezier. En dat ga je vandaag nog de hele dag doen, hè? Ja, klopt. Ik heb een kleine marathon de afgelopen week erop zitten. Om alle mooie dingen hier vandaag naar jou toe te brengen. Leuk. En we beginnen met iets heel leuks. Ja. De babylids. De babylids. En daarover gaat Rachel jou alles voor. Ga weer speuren, dan kom ik zo weer bij het... Joehoe, daar ben ik dan. Naast de biologisch afbreekbare kattenbak is er ook de biologisch afbreekbare kattenbakvulling. En wat is nou nog het verschil tussen deze drie? Dus goed voor de kat, handig in het gebruik en goed voor het milieu. Dit is niet echt voor niemand wat je nu hebt meegenomen. Maar dat hoeft ook niet altijd meer na. Wat is meegenomen met koetjesrepen? Ik werd hier dus zo dol enthousiast van toen ik dit tegenkwam op de beurs, want dit doet mij herinneren aan vroeger. Dat is absoluut waar. En ja, de huishoudbeurs bestaat 70 jaar, of de 70ste editie. Nee, jij ook nog niet. Maar welke herinneringen heb je hieraan? Ja, ik kan me herinneren dat we die grote koe, die staat hier ook op de beurs, een stukje verderop. En als meisje er zit in de hoop dat er een koetjesreep uit kwam zetten. Ja, het is een beetje... Maar jij hebt ook iets met koeien, geloof ik, hè? Melken. Nou, ik had ooit in mijn bucketlist... Ja, ze heeft me hoor, ze heeft me te bakken. Ik had ooit in de bucketlist dat ik een koe wilde melken. En jawel, dat heb ik wel inmiddels gedaan. Ja, maar nostalgie is toch leuk? En weet je dat ook wel leuk is? Het is... Oké, het blijft een beetje snoepen, maar dat mag ook wel. Maar ja, het is toch een beetje verantwoord. Het is echt... Ik denk dat de mensen hier best wel een reepje zouden willen. Ja, ik ga uitdelen. Gelijk heb je. En nu zie ik heel graag straks terug bij het tweede deel van Life. Hartelijk dank. Dank je, Peter, voor al je inzet. Wat je doet voor de mensen die het nodig hebben. Na deze beurs, daar zal je wel aan toe zijn. Ja.